Hallo allemaal. Toen ik in 1984 21 werd, ja zo oud ben ik, werd ik volgens de wet volwassen. Dat lag niet aan mij, dat lag aan de wetgeving. Die veranderde wel 4 jaar later in 1988. Sinds dat jaar word je door de wet al op je 18e als volwassen gezien. Met als gevolg dat je sindsdien op die leeftijd alles zelf moet kunnen regelen. En daaronder vallen veel regeldingen waar je eigenlijk nooit bij stilstaat. Je moet een zorgverzekering aanvragen. Je moet nagaan of je voor een zorgtoeslag in aanmerking komt, zodat je niet te veel betaalt. En als je studeert moet je lesgeld betalen, of later betalen. En misschien studiefinanciering aanvragen. Als je een baantje hebt moet je elk jaar een belastingformulier invullen. Als je op vakantie gaat dan is een reisverzekering handig, enzovoort, enzovoort. Het is heel veel uitzoeken en invullen. Maar hoe weet je nu of je alles hebt geregeld wat je moet regelen? Nou, dat is al moeilijk als je in een gezin opgroeit waar de meeste dingen goed gaan. Maar het is helemaal moeilijk als je de pech hebt dat je niet uit een warm nest komt. Het jongerenpanel van het actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren heeft mij laten zien hoe belangrijk goede informatie voor jongeren is. Ik ben dan ook heel blij met de app Quickstart van de Stichting Kinderperspectief. Daarin staat alles wat je vanaf je 18e moet regelen keurig op een rijtje. Sinds kort is die app met behulp van jongeren vernieuwd. Behalve informatie van de landelijke overheid staat er nu ook informatie in van gemeenten. Handig als je informatie zoekt over bijvoorbeeld de bijstand of over schulden. Vanaf vandaag is die vernieuwde app beschikbaar. En ik zou tegen alle jongeren willen zeggen, maak daar gebruik van. Veel succes!